mensen op de tribune, welkom. Mensen die ons via internet volgen, welkom. En commissieleden van harte welkom. Hiermee is deze commissievergadering geopend. Ik kijk nog even rond of er toch nog insprekers zijn. Die zijn er niet. Voor de rondvraag is er niets schriftelijk ingediend, dus die kunnen we ook doorstrepen. En dan ga ik over naar agenda punt 4, vaststelling, afsprakenlijst, raadscommissie. Er zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt en die komen er nu ook niet. Dus dan is de afsprakenlijst ook gearresteerd. En dan gaan we over tot agenda punt 5, vervolgen ruimtelijke economische verkenning, de Rotbrink. Uw opvattingen en meningen over dit onderwerp, die mag u opschatten tot 2 juni. Dan komt u volop aan de beurt. En ik stel nu de vraag van wie wenst het woord te voeren. De heer Van der Mooren. Ik dank u wel, voorzitter. Onze eerste opmerking is ook dat het best moeilijk is om bij zo'n beladen onderwerpje te beperken tot alleen wat meer technische details. Dus wat dat betreft komt uw opmerking ons zeer vertrouwd voor. We zullen ons best ook doen. En u weet, dan gebeurt dat ook. We zijn in ieder geval blij met de onderbouwing om te komen tot het raadsvoorstel. Uitbundige onderbouwing in diverse rapporten. We hebben wel een aantal vragen bij dat voorstel en we beperken ons eigenlijk ook alleen maar tot het meelopen met de volgorde in dat raadsvoorstel. Dan hebben we als eerste vraag: waarom is er sprake van het handhaven van accountmanagerbedrijven? Die accountmanager die is toch niet alleen verbonden aan het project Rotbrink, zo dachten wij. Was er dan sprake van het opheffen van deze functie of is eigenlijk bedoeld uitbreiding tot met name de Rotbrink? Dat kan namelijk ook. We hebben toch op zich een accountmanager bedrijven. Dan een volgende vraag. Welke denkrichting is in beeld voor als het gaat om de maatregelen om de reserves inclusief het weerstandsvermogen op peil te brengen? En welke denkrichting bij het substantiële pakket aan structurele bezuinigingsmaatregelen? Welke kant moeten we uitdenken? Uiteraard niet met name, want dat is ons in het vooruitzicht gesteld, maar we willen wel weten welke kant uit wordt gedacht. Dan hebben we wat pagina 3 betreft vraag naar de argumenten. Daar worden argumenten genoemd. En volgens ons zijn argumenten die zaken die stelt om op grond daarvan een conclusie te trekken of om iets te betogen of wat te bewijzen. En wat wij lezen in de tekst, dat is dat er niet zozeer sprake is van argumenten, als wel van waarnemingen en van feiten. Misschien is bij een aantal van die 6 zogenaamde argumenten sprake van een conclusie op basis van de vervolgens genoemde argumenten. Maar hoe kijkt de portefeuillehouder tegen onze waarneming aan? Wij hebben het zo opgevat dat de 6 punten die genoemd worden als argument beschouwd moeten worden, terwijl het op zijn best conclusies zijn en de argumentatie daaronder staat. Maar ook dan nog zeggen we het zijn eerder waarnemingen dan argumenten. En bij een aantal zaken kun je afvragen op grond van welke argumenten zijn dan die conclusies getrokken. Met andere woorden, wordt zomaar overgenomen wat in rapport staat of is er ook nog enig eigen denkwerk bij komen kijken. Dan de toelichting op het raadsvoorstel, voorzitter. Die geeft aan dat het business as usual scenario noodzaakt tot ophoging van de voorziening. Zeg maar verhoging van de schuld in de jaarrekening 2015. Kan de portefeuillehouder, meneer de voorzitter, aangeven waarom in dit geval toch gekozen is voor verhoging van de voorziening en niet voor afwaardering van gronden? Wat is het verschil, zeker nu er staat dat het college van mening is dat vooralsnog geen sprake hoeft te zijn van. Het verschil tussen beiden is ons uiteraard wel duidelijk, maar waarom is gekozen voor verhoging van de voorziening, waar ook de tekst gebruikt wordt vooralsnog? Daar zijn we zeer nieuwsgierig naar. En wat betekent het daaropvolgende alinea nu eigenlijk precies? Wat met het treffen van deze voorziening wordt beoogd? Dan
Meneer de voorzitter, is er te lezen dat er met onze huisaccountant overleg is geweest over de verhoging van de voorziening? Dat geeft enige rust, in ieder geval bij ons. We lezen ook over de optie artikel 12, om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, zou eerst dan de OZB met tenminste 50% moeten worden verhoogd, zo lezen. Ik besef eigenlijk dat dat misschien ook wel de denkrichting zou kunnen zijn. Maar goed, laat dat de portefeuillehouder maar zeggen. Onze vraag, in hoeverre is ook met de provincie als financieel toezichthouder en dan op de werkvloer voeling over deze maatregel? En dat bezien weer in het licht van de provincie over het toezicht op de begroting, waar het gaat om controle op een opschuivend sluitend meerjarenperspectief. En onze achterliggende gedachte is uiteraard bij deze vraag dat we zo goed mogelijk willen weten wat ons te wachten staat vanuit de provincie. Ten slotte een vraag over de grondprijs. De rapportage stelt dat het maar moeilijk is om de effecten van de verschillende grondprijzen te noemen. Er zou geen relatie zijn tussen procentuele wijziging van de prijs en de te verwachten uitgifte van kavels. Wat is de reden dat zelfs geen poging daartoe is gedaan? We lezen wel wat teksten, maar dan is toch het argument, er is geen bestaand onderzoek voor, daar wagen wij ons niet aan. En onze vraag is waarom dan toch niet verschillende scenario's voor dit onderwerp opgesteld. Het is natuurlijk interessant om in die bijlage 5 het grondprijsmodel van dat bureau Louter te lezen, dat geïllustreerd te zien, maar we zien geen rekenexercities voor de Rotbrink. En waarom niet? Dit waren onze vragen in eerste instantie. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Algemene opmerkingen inderdaad, die zijn er meer dan genoeg te maken. Laten we ons beperken inderdaad tot de vragen die we hebben. De vraag over de grondprijs is ook al aan de orde geweest. Die is ook al een aantal keer eerder aan de orde geweest, waarbij is ook eens gezegd is van dat het geen effect zal hebben op de mogelijkheid tot uitgifte. Maar goed, inderdaad, in het advies van Louter staat wel dat in vergelijking met andere gemeenten, Dalfsen en Hardenberg, de grondprijs een stuk hoger ligt. Ga je bijvoorbeeld voor dat scenario van het Lesjo scenario, dan heb je het over een structureel veel lagere grondprijs. En daar zit toch een behoorlijk verschil in. En dan word ik verwezen naar de mogelijke gevolgen die dat heeft voor de huidige eigenaren, die daar wel wellicht vraagtekens bij zullen gaan stellen. Is daar overleg over? Is er overleg over geweest? Als het gaat om het opheffen van de huidige governance structuur, dan wordt er verwezen naar mogelijke afstemming met de POH in verband met de extra formatie. Is er al iets over te zeggen wat dat dan eventueel een extra formatie zou kosten? Ja, van wat betreft die verschillende scenario's, is dat, daar heb ik verder geen vragen over. Voorzitter, dat was het in eerste termijn. Dank u wel. Mevrouw Lagas van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken tot vragen die nog niet gesteld zijn of hier daar even wat toch aanscherpen. We zouden het zeer op prijs stellen. Dan gaande ook het verhaal, het sluit een beetje aan bij het grondprijzenverhaal. Hoe dat nou in elkaar zit met bedrijven die een verzoek hebben ingediend tot aankoop en daarop afgewezen zijn. We hebben geen beeld van op reden waarvan bedrijven eventueel zijn afgewezen. Wat wij in uw voorstel, het raadsvoorstel, een beetje missen, is de verwerking van de ideeën die aangereikt zijn in de verschillende sessies. U geeft aan dat u met een gedegen onderzoek komt op basis van het stuk, maar u verwijst niet expliciet naar de voorstellen die daarin gedaan zijn. En ik neem aan dat het wel de bedoeling is, maar het staat eigenlijk niet zo scherp in het raadsvoorstel. Even weer terug naar de... Even valt weg. Wij hebben ook eigenlijk dezelfde vraag over de structurele middelen voor de contactfunctionaris. Die vraag is al gesteld. Hoe ver bent u met de afronding van de BNG? Want er stond in het stuk dat het nog niet helemaal rond was. Is dat inmiddels zo? Prijzen is net al een opmerking over gemaakt. Wij vinden dat ook een beetje wij komen daar wat tegenstrijdige dingen tegen in het stuk. Aan de ene kant zou het niets uitmaken, aan de andere kant maakt het dan weer wel uit. En het is voor ons niet helemaal duidelijk waar nou de keuze op gaat vallen. Even kijken.
Nou, u geeft een aantal opties in het raadsvoorstel. Nou, in eerste instantie is voor onze fractie het AZC geen optie op deze plek, mede gezien de opmerkingen die ook door bureau Louter gedaan zijn in het kader van de huidige constructie met de Bersemerberg. Vinden wij dat ook prima, dus niet dat Louter opmerking gemaakt heeft over de Bersemerberg, maar wel opmerkingen over gebruik van gronden. En wij zien dat afgezet tegen hoe de Bessemerberg nu gebruikt wordt voor het halfjaar, vinden wij dat een goede oplossing. En het zonnepanelen verder prima, maar we willen meegeven om de mogelijkheid te onderzoeken of bedrijven mee kunnen liften die zich daar zouden willen vestigen of daar gevestigd zijn met een eventuele exploitant. En we vragen ons af of u zich realiseert dat de huidige tender voor de provinciale subsidies tot 1 september loopt. En het zou toch wel jammer zijn als we daar dan niet in ieder geval een vraag eventueel hebben liggen. Verder zouden we graag een wat stevige onderbouwing willen hebben van die 75.000 euro. En op de korte termijn onderstrepen we eigenlijk wel een beetje de opmerking die gemaakt is. Dat sommige zaken gewoon slecht bekend zijn bij potentiële kandidaten. Dat ook blijkbaar te maken heeft met de website en met bijvoorbeeld de bekendheid over woonwerkkavels. Verdere vragen zijn inmiddels door de collega's gesteld, dus we beperken ons in eerste termijn tot deze vragen. De heer Nijhuis van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben een aantal vragen en dat zal, als die niet zinkt, misschien deels een overlapping in zitten, maar dat wordt wel gefilterd. Ook over de BNG hebben wij de vraag, hoe staat het met de betrokkenheid van de BNG? Hebben zij nog rechten en plichten? En is er al contact met hen geweest? De microfoon die zingt nog. Moet ik wat doen? Meezingen. De ophoging van de rotbrink, 7,3 miljoen. Is daarmee de grond ook helemaal afgewaardeerd? U wilt een trendbreuk realiseren in de ontwikkeling van de rotbrink, namelijk het financiële risico nu volledig afdekken in een voorziening. Oftewel door de zure appel heen bijten. Dan vragen wij ons af, hoe gaat dat met de schuldquote er dan uitzien? We hebben vastgesteld dat die maximaal 130% mag zijn. Is daar inzicht in te geven? Dan blijft er een boekwaarde over van tussen de 3,5 en 5 miljoen. Die nog steeds terugverdiend moet worden. En er staat dan, de exacte hoogte kan pas bepaald worden wanneer een nieuwe exploitatieopzet beschikbaar is. Waarom is dit niet bekend? Tussen de 3,5 miljoen is wel een grote onwetendheid. Je moet op elk moment een overzicht hebben van hoe de zaken ervoor staan. Dan zijn er een aantal scenario's genoemd. Zonnepanelen en asielzoekerscentrum lijkt ons realistisch. En een leisurepark vragen wij ons af, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen en wie gaat dat doen? Er wordt enthousiast geschreven over de leisuremogelijkheden. Een vrije tijdsindustrie lijkt mij een beter woord trouwens. Maar er worden geen voorbeelden gegeven. Wat voor soort bedrijven moeten we ons hierbij voorstellen? En dan staat er ook, door het programmatisch te combineren met de ontwikkelingen in het centrum, kan dit juist een versterkend effect hebben op het recreatief toeristisch karakter en het imago van onze gemeente. Ook hier schreeuwt het om een uitleg wat er bedoeld wordt. Geef voorbeelden en ik neem aan dat er geïnteresseerden zijn, of heeft men daar nog niets aan gedaan? Want daar begint het mee, je kunt nog zo'n leuk rapport schrijven, maar als je niemand hebt gesproken, hoe kun je dan enthousiast zijn? En zou het kunnen dat er bij leisure ook horecavergunningen worden verleend? Want dat heeft namelijk eerder op het industrieterrein tot grote problemen geleid. Dan heb je de zonnepanelen, die dragen ook bij aan de klimaatdoelstellingen en dat is lonend. Dus waarom dit niet voortvarend aanpakken? En mocht de grond alsnog verkocht worden, dan kunnen zonnepanelen eenvoudig ver- of herplaatst worden. En voor de investeringen kunnen inwoners, bijvoorbeeld door middel van crowdfunding, ook een bijdrage leveren waar een rendement tegenovergezet kan worden. Verder hebben wij de vraag van, wat is er de afgelopen jaren aan acquisitie gedaan vanuit de rotbrink? Is daar een overzicht van? De provincie die wil ook af van het aantal vierkante meters overschot en industrieterreinen in de provincie. In hoeverre kan zij hier een bijdrage aan leveren? En een laatste vraag uit het besluit, punt 3.ii. Er staat een substantieel pakket aan structurele bezuinigingsmaatregelen voor te leggen. En dan vraag ik mij af, welke kant gaat dit op? Zou ik hier alvast een inkijkje in kunnen krijgen? Tot zover het eerste termijn. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. CDA heeft ook een aantal vragen. Bij ons beginnen we eigenlijk bij het besluit wat voor ligt. En daar wordt gesproken over business as usual scenario middenvariant.
En dit is de basis voor de verdere doorontwikkeling van de Rotbrink. Maar wij vinden het toch wel prettig gezien ook de omvangrijke rapportages die er liggen, of dat de portefeuillehouder nu eens exact kan uitleggen wat dit scenario inhoudt en hoe u kijkt naar de incidentele kosten die genoemd worden. Collega's hebben hier ook al vragen over gesteld, maar wat betekent dit dan? Dus dit scenario met ook de opgesomde incidentele kosten. En dat waren er uit mijn hoofd even 75.000 wat genoemd wordt. Het tweede onderdeel is, een aantal collega's hebben het ook al genoemd, maar ik wil hem toch even ook expliciteren, is u geeft aan hè, dat vanuit dit scenario ook structureel de functie van accountmanagers willen handhaven. Waarom vanuit dit scenario? He, want u geeft aan dat de actieve benadering is in relatie tot de vestiging of verplaatsing naar de Rotbrink. Maar als CDA vragen wij ons ernstig af of deze functie wel de juiste inzet is, kijkende naar het voorliggende probleem. En volgens mij hebben we als enige partij al aangegeven in deze zaal dat wij niet schromen om kosten in te zetten als het gaat echt om de acquisitie en marketing. Dus vandaar even onze vraag van hoe kijkt u daar naar? Want u geeft enerzijds aan dat het niet nodig is om daar nu al inzet op te plegen. En anderzijds geeft u wel aan dat u deze functie wilt handhaven. Even kijken, als we kijken naar het onderdeel 2c in het besluit, dan geeft u aan extra marketing op de woon-werkkavels. Waarom expliciteert u dit onderdeel? Het is uiteindelijk toch onderdeel ook van de totale strategie. En een vierde vraag die we hebben is, hoe kijkt het college of de portefeuillehouder nu naar de koppeling van de scenario's? Want het rapport Louter geeft ook aan, niet alle koppelingen zijn mogelijk. Maar wat is nu feitelijk hetgeen wordt voorgesteld? Want er worden wat dubbelingen aangegeven in het besluit wat voor ligt. Wat ons betreft prima om die tijdelijke scenario's ook uit te werken. Alleen als CDA zullen we wel een sterke afweging maken en kijken naar de opbrengsten en of het passend is bij de doorontwikkeling van de Rotbrink. En als dat niet zo is, dan zullen we niet gaan voor die tijdelijke scenario's. Ook een opmerking vanuit onze kant over de grondprijzen. Niet zozeer over de inhoudelijke afweging, want daar komen we op een later moment nog wel op terug. Maar als college geeft u in uw opleggen aan dat op basis van het rapport Louter er geen aanleiding is om over te gaan tot het verlagen van de grondprijs. Nou, wat ons betreft is dat een onjuiste constatering en absoluut een te snelle conclusie. Want in het rapport staat dat dit een afweging is uiteindelijk van de politiek en van de raad. En dat je op basis van meer verkoop wel degelijk ook winst kan boeken. Dus waar is deze constatering van het college op gebaseerd? Nou, de aanvullende formatie binnen de BOH pagina 8 hebben een aantal collega's ook al volgens mij naar gevraagd. Graag zien we een explicitering van die aanname, van die extra inzet van die formatie. En we begrijpen dat de financiële situatie nu gekoppeld is min of meer aan de Rotbrink. En dan heb ik het over de financiële situatie van de gemeente Ommen. Maar wat ons betreft willen we dat sowieso loskoppelen. Dat geeft u zelf ook al aan dat in de kadernota u daar met een aparte notitie naar ons komt. Wel zou ik graag willen weten hoe u dat totaalproces dan voor u ziet. Als u kijkt naar de bezuinigingen, want wij willen wel graag als CDA geïnformeerd worden middels een raadsbrief. Liefst ook een informatiebijeenkomst voordat we met elkaar ook het debat in kunnen gaan over dit thema. Wat het CDA mist bij dit voorstel, en we begrijpen dat het enerzijds op dit moment misschien nog niet duidelijk is, maar er is heel veel genoemd, er zijn heel veel stappen genoemd. En wat is nu eigenlijk het logistieke proces, zeg maar de procedures die nu gaan komen, voor ons ook in dit geheel, maar wat zijn nu ook de financiële stappen? Dus wanneer worden wij nu ook meegenomen in dat wat hier allemaal voor ligt, wat dat voor financiële consequenties heeft als we kijken naar de Rotbrink? En dat was hem. Dank u wel, voorzitter. Dank u, voorzitter. Ja, ik ben wat brutaal. En u heeft me al een keer op de vingers getikt dat ik wat te voortvarend was. Dus ik keek even of het mocht. Doen we dat nog niet, want ik merk nog steeds dat u aangedaan bent door dat ontbrekende keppeltje. Ik denk dat ik de vragen wel kan beantwoorden zonder schorsing. Overigens is de verleiding aan de kant van het college niet minder groot dan aan de kant van de gemeenteraad om tot een algeheel politieke beschouwing op dit dossier te komen. Maar ik zal dat ook achterwege laten en me beperken tot een feitelijke beantwoording van de vragen. Dat lijkt me het meeste correct. Ik begin dan ook gewoon maar volgordelijk zoals het gelopen is bij de heer Van der Mooren van de ChristenUnie. Waarom die accountmanager handhaven? Nou, eigenlijk is de crux van het hele onderzoek van Louter vrij simpel. Ommen, ga er nou maar niet van uit dat er een grote lijst met bedrijven van buiten deze gemeente naar binnen komt.
U zult het toch voornamelijk moeten doen met de bedrijvigheid die zich ontwikkelt binnen de gemeentegrenzen. En daar kunnen we met elkaar heel veel van vinden. En we kunnen hier ook de grote broek aantrekken en zeggen dat we die acquisitie wel eens even op orde gaan brengen. Maar het gaat toch primair om zicht op wat er in de gemeente speelt en daarin faciliteren. En daar heeft de accountmanager zoals we die nu hebben een belangrijke rol in. Alleen dat is een tijdelijke aanstelling. Een aanstelling die door uw raad voor 3 jaar is gefinancierd en dat loopt af. Dus zouden we daarmee door willen, dan ja, is het belangrijk om dat te doen. Ik denk zelf, dat is de inschatting van het college, dat dat wel wezenlijk is. Omdat als we die accountmanager niet meer hebben, is in ieder geval binnen de bestuursdienst niemand meer verantwoordelijk voor dat type contacten. En dat zal in ieder geval niet de situatie aanjagen. Mijn ervaring met de accountmanager is ook positief. De tweede vraag was, welke denkrichting is in beeld om de bezuiniging in te voeren? Ja, dat is een vraag die inderdaad het college regadeert. Portefeuillehouder Financiën zit naast mij. Ja, u moet zich in ieder geval voorstellen dat qua bezuinigingen u de eerste jaren met een grote drempel geconfronteerd wordt en daarna een lang na-L-proces. Als wij 7,3 miljoen aan extra voorziening moeten treffen, dan weet u precies hoe de financiële situatie op dit moment van de gemeente is. Dus dat gaat ten laste van de reserves. Dat is feitelijk de enige keuze die je hebt. En dat betekent dat de provincie ook mee zal kijken en denken. En dat zal ook betekenen dat je in hoog tempo iets moet doen aan de situatie die dan ontstaat. Maar dat het ook nog enig na-L-effect zal hebben. Dus bij de kadernota, kaderbrief, zullen we daar verder met elkaar over komen te spreken. Ik denk zelfs bij de jaarrekening wel al. Maar u moet ervan uitgaan dat dit wel verstrekkende financiële consequenties zal hebben. Dan merkt de heer Van der Moor op dat onder pagina 3 een volgende argument wordt genoemd waarvan hij zegt zijn dat niet eerder waarnemingen. En is dat zomaar overgenomen uit louter of heeft het college ook nog zelf enig denkwerk verricht? Dat laatste kan ik bevestigen. We hebben niet één op één alles overgenomen van louter. De kracht van het onderzoek van Louter is wel dat wat mij betreft wel echt de trend is aangetoond zoals die plaatsvindt. Er is ook een goede grondige ruimtelijke economische analyse aan de orde die ook al een perspectief biedt op de toekomst. Ik kom zo nog wel iets meer over zeggen. Maar uiteindelijk moet je wel zelf keuze maken als college en vanzelfsprekend in laatste instantie ook de gemeenteraad. En we hebben dus ook heel nadrukkelijk gekeken, want Louter zegt eigenlijk niet u moet dit of u moet dat. Louter geeft argumenten die we ook gebruiken, maar uiteindelijk moet het college en uw raad dus in laatste instantie ook een afweging maken. Ja, welk scenario wilt u kiezen? Ja, wij hebben ervoor gekozen om u voor te stellen het middenvariant van business as usual te kiezen. Ja, we hadden ook andere keuzes daarin kunnen maken. Dat lijkt ons de meest realistische benadering van de toekomst. En ik zeg dat maar eerlijk tegen de achtergrond, dat we hebben gezegd laten we nou maar gewoon de bodem van het zwembad aanraken en niet wat een beetje half blijven hangen. Het is beter om in één keer een beweging te maken dan via een soort van harmonica model dat we ieder jaar de komende jaren met elkaar komen spreken. Ja, het viel toch weer een beetje tegen. En dan hebben we ieder jaar een discussie. Volgens ons is het gewoon beter om nu maar te zeggen van we kiezen het scenario wat ook is aangereikt. Daar kiezen we een realistische variant in. En we zetten ook een goede vette punt achter wat er is gebeurd en ongetwijfeld na een pittige discussie met elkaar. Maar laten we ook focussen op hoe nu verder. En vanuit deze variant heeft het college daar het meeste vertrouwen in. En of de argumenten dan waarnemingen zijn of feiten en omstandigheden, nou dat zal, ik kan ze allemaal wel langslopen, maar ik snap wel wat u zegt. Maar we hebben dus op deze manier beoogd in uw richting naar voren te brengen. Waarom een verhoging van de voorziening en niet een afwaardering? Ja, omdat het leed zich wel laat aanzien, maar pas feitelijk wordt op het moment dat het scenario zo zich ontpopt zoals we dat ons voorstellen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld het lesje scenario of een tijdelijk scenario toch betekent dat de exploitatie naar de toekomst er positiever uit zal zien dan wij nu gaan voorzien. U heeft ook gezien dat de verwachting van bureau Louter is dat wanneer we een goede lesje invulling kunnen vinden, dat zomaar een aantal miljoenen zou kunnen opleveren. Dat betekent dat de voorziening die we dan nu treffen niet ten volle nodig is. Het kan ook zijn dat we een hele goede tijdelijke invulling kunnen vinden die ook maakt dat het scenario toch minder negatief is als het nu laat aanzien. Daarom een voorziening. Als we een afwaardering doen, dan zetten we in ieder geval op dat punt een grote streep, want dan waarderen we het ook af. Of dat verstandig is, ik kom er zo nog wel even op, want er werd volgens mij vanuit de fractie van D60 ook een vraag gesteld over de provincie. Dat hangt daar mee samen.
Kom ik ook bij de rol van de provincie als toezichthouder. We hebben heel bewust ambtelijk contact gezocht om eens te verkennen hoe de provincie tegen deze materie aankijkt. De provincie heeft daar geen oordeel over gegeven. Dat is ook niet passend om dat nu te doen. Maar u weet dat wij in de sfeer van het toezicht op alle punten inmiddels groen scoren. Behalve voor wat betreft de financiën, daar scoren we oranje. Dus dat betekent dat de provincie op dit punt natuurlijk wel kijkt wat gebeurt er in Ommen. Ik heb ook wel de indruk dat ze het goed in de gaten houden. Maar ik denk dat vooral de provincie ook belangrijk vindt welke consequenties verbindt nou het gemeentebestuur van Ommen aan de constateringen met betrekking tot de Rotbrink. Dus hoe gaan we dit financieel vertalen? En dat is altijd een gesprek. Want financieel toezicht is geen exacte wetenschap. Dus volgens mij is dat ook een gesprek wat je met elkaar voert over hoe je dat doet. En ik denk dat uiteindelijk, aan het eind van de dag, belangrijk is of wij de provincie in voldoende mate van overtuigen, voldoende vertrouwen geven dat de gemeente Ommen A, onder ogen ziet wat de problemen zijn waarvoor ze staat en B, ook adequate maatregelen treft. Waarom geen poging om de grondprijs te differentiëren? Ik zal er zo nog een keer op terugkomen dat ook mevrouw Baaklaar vanuit de CDA-fractie daar een opmerking over maakte. Ja, Louter zegt eigenlijk dat de grondprijsdifferentiatie zeer waarschijnlijk niet tot heel veel extra opbrengsten zal leiden. En dat het mogelijk ook problemen kan veroorzaken. Dus eigenlijk tweeërlei. Ik heb de afgelopen maanden zelf contact gehad met een aantal bedrijven die zich wel zou willen vestigen op de Rotbrink. Maar die denken dan eerder aan grondprijs van 50, 60 euro dan aan grondprijs van 80, 90 euro. Nou, even een simpel rekensommetje. Als die 50, 60 euro de nieuwe norm zou worden, moet je gewoon simpelweg twee keer zoveel grond verkopen om hetzelfde rendement te halen. Het punt is ook dat op het moment dat je die keuze maakt, er ook een type bedrijvigheid komt, wat nu bestemmingsplantechnisch wel mogelijk is, maar eigenlijk andere grondprijzen hanteert. Dus je gaat het karakter wel veranderen. Daarbij wordt ook nog eens het punt dat er nu gewoon bedrijven zijn die jaren geleden gelukkig wel de keuze hebben gemaakt om de Rotbrink te gaan en gewoon de hoofdprijs, dat klinkt niet heel aardig, maar in ieder geval de volle prijs betaald hebben. En ja, de vraag is dan nu, hoe ga je daar mee om? Dan weet ik wel, als ik naar de winkel ga en ik koop op dag 1 de nieuwe iPhone en ik kom 3 jaar later dat die nieuwe iPhone die ik toen heb gekocht een stuk goedkoper is. Dus ik bedoel, dat is ook marktwerking. Maar in ieder geval moet u dat wel ermee rekenen. Overigens, maken we nu geen keuze om niet te differentiëren. Laat ik dat ook nog maar zeggen. We gaan natuurlijk nog verder met ruimtelijke economische verkenning. Dat is terecht volgens mij ook opgemerkt vanuit de VVD-fractie. Op het moment dat je met Lesjer aan de slag gaat. Ja, dan heb je het sowieso ook over andere grondprijzen. Als wij hier Lesje naartoe willen trekken en we denken dat we 100 euro per vierkante meter kunnen gaan vragen, gaat hem niet worden. Dus een van de vragen die ook nadrukkelijk aan de orde zal komen, gaat ook over grondprijsbeleid. Alleen we zien daar niet de eerste oplossing. En ik denk ook niet dat het daarmee een enorme slinger krijgt. Maar dat zeg ik nu. Ik denk dat het ook gewoon goed is om op dit punt ruimtelijke economische verkenning en de invulling met name af te wachten. Maar mocht uw raad nou zeggen van ja, dat is voor ons gewoon een belangrijk punt op basis van de argumentatie, dan kan dat ook natuurlijk een opdracht zijn richting het college. Ik ga door naar de heer Moerman van de Partij van de Arbeid, fractie. Die stelde eigenlijk diezelfde vraag over wat als de grondprijs ineens lager wordt. Nou, mijn inschatting is dat ik in ieder geval 2 ondernemers morgen grond kan verkopen. En dat ik dan ook best een lapje grond verkocht heb. Maar ik denk dat ik de dag daarna een hele hoop andere ondernemers aan mijn bureau op die zeggen van nou, dat is aardig, maar dan hebben we nog wel even een gesprekje te gaan. Overigens denk ik ook niet dat er heel veel meer animo is op dit moment, althans niet, laat me zeggen, opportune belangstelling. En dus ik denk dat we ook wel redelijk in zicht hebben welke bedrijven nu voor een lagere grondprijs hier naartoe zouden willen komen. Ik denk nogmaals dat daar niet de eerste oplossing ligt. De heer Moerman vraagt ook, hoe zit het dan met die extra formatie als we de Grekse onderbrengen in de bestuursdienst? De Rotbrink, BV, CV, wordt nu ook bestuurd. Er zit nu een directeur op, er zit een raad van commissarissen op. Nou, dat kost ook allemaal geld. Dus het is ook logisch om te veronderstellen dat op het moment dat we de grondexploitatie zelf gaan doen, dat dat ook kosten met zich meebrengt. Nou, die moet natuurlijk gewoon inzichtelijk gemaakt worden in die grondexploitatie die we gaan maken. Wat dat betekent exact, een extra formatie, weet ik niet, maar het gaat in ieder geval menskracht kosten. Nou, dat zullen we inzichtelijk moeten maken, ook in het voorstel dat uw kant op komt. Mevrouw Legasse wil graag wat inzicht in de afwijzing op basis van
de grondprijs in historisch perspectief. Nou, volgens mij type bedrijf. Ja, daar kunnen we volgens mij. Ik dacht dat we ook op verzoek van de heer De Jonge eerder al eens een acquisitieoverzicht hadden aangereikt. Ja, dat is nog steeds beschikbaar. Dus als u dat zou willen betrekken bij de bespreking in juni, vind ik dat prima. Dat zouden we ook nog wel een keer weer kunnen aanreiken. Dan heeft u die informatie compleet. Inzicht in de aangereikte idee. Ik dacht zelf, maar ik twijfel een klein beetje nu, omdat u aangeeft daar geen inzicht in te hebben, dat de ideeën die zijn gegenereerd in de bijeenkomst die we hebben gehad, dat die ook op een rijtje zijn gezet en u zijn aangereikt. Maar als dat niet zo is, dan wordt heel erg aan die gehad. Ja geschud en daar nee. Dus in ieder geval, oké. Nou, daar komen we dan tweede termijn wel op. Wat hebben we afgewezen? Kijk, Louter heeft gewoon gezegd van. Louter zag eigenlijk twee wenkende perspectieven. De ene zat met name rond zorg en de andere zat rond lesje. En dat doen ze op basis van eigenlijk hun macro-economische benadering, hun vrij diepgaande kennis als het gaat om bedrijfseconomische kennis. En ze hebben ons lesje aangereikt. En dat is natuurlijk niet zo gek. Als je kijkt naar het profiel van deze gemeente, zit het met name op dat vlak. Dus dat is een idee wat je kunt uitwerken. In alle eerlijkheid. Het was mevrouw Schunselaar die zei van u moet wat out of the box gaan denken. Ik ben in dit proces niet zo heel veel mensen tegengekomen die er blijk van hebben gegeven briljante ideeën te hebben die ook niet drie anderen al hadden bedacht. Het is misschien wat teleurstellend. Van de andere kant is het misschien ook wel hoe het is. We hebben geen speciaal bedrijventerrein. Ome is niet een gemeente die op allerlei punten excelleert waardoor de tientallen bedrijven in de rij staan om hier naartoe te komen. Tegelijkertijd is het ook hier geen armoedetroef en ook geen grote ellende. Dus ik ben ook niet heel bang dat we in de toekomst niet tot goede zaken kunnen komen. De BNG-afronding, ja, dat ligt eigenlijk aan uw besluitvorming. Op het moment dat u instemt met dit voorstel of geamendeerd, kunnen we gewoon tot een afronding met de BNG komen. Daar zijn we bestuurlijk wel over eens. Dus dat hoeft geen verdere belemmering te zijn. Maken de prijzen nou wel of niet uit? Nou, daar heb ik volgens mij het een en ander over gezegd. Geen AZC, wel zonnepanelen. AZC is aangereikt als goede tijdelijke invulling. Wij kunnen dat gesprek ook oppakken met het COA. COA heeft ook belangstelling. Ja, de vraag of je dat wel of niet wilt is een afweging die breder is dan alleen wat mij betreft vanuit de economie van de Rotbrink, laat ik het maar zo zeggen. Want als je ervoor kiest om bijvoorbeeld een AZC daar van 200, 300, 400 mensen neer te zetten, ja, dat levert ongetwijfeld iets op. Maar dat geeft ook een ander beeld en dat beeld moet je denk ik afwegen. En om dat alleen maar financieel gedreven te doen, zou ik niet verstandig vinden. Dus als er sprake zou zijn van een vestiging van de AZC, zou ik dat een brede afweging willen geven. Zonnepanelen ligt misschien iets makkelijker, is ook kansrijk. U noemde de provinciale regeling, er is natuurlijk ook een rijksregeling voor zonnepanelen. De eerste shift is volgens mij afgelopen maand afgelopen, in het najaar is ook daar weer een mogelijkheid. U heeft helemaal gelijk dat als we dit willen, dat we haast moeten maken. De vraag is alleen, in alle eerlijkheid, of de hectares die we beschikbaar hebben voor zonnepanelen op de Rotbrink voldoende zijn. Want het wordt op dit moment door zonnepanelen boeren, mag ik wel zeggen, eerder gedacht aan 10 tot 15 hectare dan aan de 5 hectare die mogelijk op de Rotbrink kan. Maar ik ben het met u eens, als je kijkt naar profileringen naar de toekomst, dat duurzame energie en zonnepanelen wel interessant is. Dus als er kansen zijn, moeten we daar niet mee wachten tot na oktober, want dan missen we de boot, letterlijk en figuurlijk. U wilt graag een betere onderbouwing van de 75.000 euro, dat hebben anderen ook gegeven. We zullen zorgen dat bij de bespreking in de raad dat wat gepreciseerd wordt. Slechte bekendheid. Ja, kijk, in alle eerlijkheid, alle discussies die de afgelopen jaar rond de Rotbrink hebben plaatsgehad en het feit dat iedereen in Ommen die in aanmerking komt voor verplaatsing weet dat deze discussie nu plaatsvindt, ja, dat wordt natuurlijk niet verkocht in dat licht. Ja, dus ik denk dat pas als wij er een streep onder zetten, wat ik net ook tegen de heer Van der Mooren zei, dat dan de verkoop weer op gang komt en dat je dan ook vanuit een nieuw perspectief met de communicatie aan de slag kunt en moet. En overigens moet dat wel, dat deel ik wel met u. Daar mag wel wat nieuw elan plaatsvinden, maar dat hoort denk ik ook bij de opdracht. De heer Nijhuis vroeg D66-fractie, hoe zit het met de betrokkenheid van de BNG? Ja, die is er, hè, want de BNG is gewoon partner. Heeft ook een aantal rechten.
wat minder plichten, zeg ik er maar direct bij. Er is contact geweest, ambtelijk en bestuurlijk. Met de BNG komen we er wel uit. Het is overigens niet zo dat de BNG alle schulden kwijt scheldt. Dat heb ik wel geprobeerd, dat heb ik hier ook eerder gezegd. Maar dat gaan we er niet uitslepen. Dat begrijp ik ook wel vanuit het perspectief van de BNG. Maar ik denk dat we uiteindelijk met hem wel tot een goede afspraak kunnen komen die ook wel voor ons goed is. Is met die 7,3 miljoen alle grond afgewaardeerd? Nou, laat me zeggen, er is voorzien. De afwaardering vindt eigenlijk pas plaats op het moment dat je er een streep onder zet en zegt het wordt weer agrarische grond of het krijgt een andere bestemming. Maar wij denken dat met die 7,3 miljoen wel een nieuw en realistisch perspectief is geboden. Hoe ziet die schuldquote eruit? Ik denk dat het goed is om bij de bespreking in de PNC-cyclus die we nu tegemoet gaan, ook die schuldquote gewoon even goed onder de loep te nemen. In uw jaarstuk komt die ook wel naar voren. Maar die schuldquote hangt natuurlijk samen met welke middelen moeten wij aantrekken om nu te financieren dat we een extra voorziening gaan treffen. En hoe verhoudt zich dat tot voorgenomen investeringen, uitgaven in het kader van de reeds vastgestelde begroting enzovoort. Dus ik denk dat u in dat perspectief ook de schuldquote moet bezien. Er is geen, heb ik wel eens eerder gezegd, geen provinciale politie. Dus stel je voor dat wij een te hoge schuldquote hebben, is er echt niemand die hier komt om te zeggen van, nou, we nemen de wethouder financiën mee en we sluiten hem een weekje op. Maar, en het is ook niet zo dat we geen geld meer zouden kunnen lenen, want de BNG maakt dat eigenlijk niet zo gek veel uit. Het beeld dat de provincie over ons heeft zal er niet positief door beïnvloed worden. En de manier waarop de provincie naar de toekomst en de duurzame toekomst van deze gemeente kijkt natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat het wel verstandig is dat de gemeenteraad de netto schuldquote goed beziet. En dus probeert onder de 130% te blijven. In ieder geval ook een perspectief heeft waarbij dat aan de orde is. Dus het college zal u dat goed inzichtelijk maken zodat u in de afweging dat ook goed mee kunt nemen. Het klopt dat we nog steeds omzet moeten draaien. Dus er moet nog steeds geld verdiend worden. En nou, dat zal ook niet vanzelf gaan. Tegelijkertijd gaan we nu uit van een zeer realistisch scenario. Dus het zou ook wel heel gek zijn als dit niet zou lukken. Idee bij Lesjepark. Hebben we al contacten? Geldt ook in combinatie met het centrum, eventueel in combinatie met horeca. Nou, ik weet dat er van alles is gebeurd op dit dossier. De meesten van u hebben dat actiever meegemaakt dan ik zelf. Ik geloof de discussies over de vestiging van een meer detailhandel gerichte bedrijvigheid. Ik geloof ook inderdaad wel activiteiten waarbij horeca aan de orde zou zijn. Nou, er zitten allerlei kanten aan. Kijk, lesje zonder horeca kan ik me amper voorstellen in alle eerlijkheid. En of je dan moet denken aan een bioscoop, een kartbaan, een bowlingbaan, een eerste Kapla overdekt speelcentrum van Nederland. Dat is een goed idee, al zeg ik het zelf. Ja, dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Zijn er ondernemers in geïnteresseerd? Ja, ik denk het wel. Kijk, als het ergens lukt, dat is het mooie van Koningsdag. U heeft ongetwijfeld gisteren ook wel even iets op de televisie gezien. Als je nou de Nederlander vraagt waar ze om of waar ze het vecht al bekend van, dan gaat het over toerisme, dan gaat het over lesje. Dus als je een invulling wilt zoeken, denk ik dat het wel voor de hand liggend is. Maar het zal met private middelen moeten zijn. En waar kan de overheid het verschil maken? Dat staat ook al in een stuk. Door gewoon mee te werken aan procedures. Zorgen dat je snel handelt, dat je actief bent. Dat je kijkt welke subsidiestromen mogelijk zijn. Nou, ik denk dat we daar echt mee aan de slag moeten. In samenhang met andere belangrijke ontwikkelingen, dan moet u met name aan het centrum denken. Maar ik zou daar persoonlijk niet zo defensief in zitten. Ik begeef me misschien een beetje op glad ijs, maar wees daar niet te bang in. Ik denk niet dat het. Ik denk dat het centrum en de Rotbrink zo dicht bij elkaar ligt dat ze elkaar ook kunnen versterken. Dus dat bepaalde activiteiten op de Rotbrink echt niet slecht zijn voor het centrum. Maar dat is ook een beetje een andere benadering. Daar moeten we met elkaar maar eens goed over doorpraten. Wat realistisch is, maar dat komt in die ruimtelijke economische verkenning wel aan de orde. Wil de provincie af van de overschot aan bedrijventerreinen? Ja. Heeft ze daar geld voor over? Nee. Dus als wij nu naar het provinciehuis gaan en zeggen, nou, wij hebben wel 5 hectare te veel, alsjeblieft. Dan zegt ze, nou, dank u wel. Dat is nou een keer wat leuks van de gemeente om in plaats van altijd negatieve berichtgeving. Het is wel zo dat we inmiddels bestuurlijk contact hebben met de portefeuillehouder EZ om te kijken hoe we een win-win kunnen maken.
Dus we gaan dat wel nadrukkelijk invulling geven. Maar ik kan daar niet op vooruit lopen. Ik denk dat de provincie op dat punt ons wel goed gezind zal zijn. Maar goed, het moet allemaal nog bewaarheid worden. U vroeg ook naar het overzicht van de acquisitie, heb ik u al toegezegd. En welke kant gaat het met bezuinigingen op? Ja, ik heb daar net iets over geschetst, maar het gaat om grote bedragen. Van de andere kant, dat is een beetje politiek, voorzitter, maar doe het toch maar. Als wij op een begroting van pak een beet 45 miljoen, 1 miljoen moeten bezuinigen, doet dat pijn. Maar het is 2% van de begroting. En we geven dan nog steeds 44 miljoen uit die maatschappelijk wel echt iets kan betekenen in om en omstreken. Nou ja, die discussie moeten we met elkaar ook voeren. Maar dat is politiek, dat geef ik u direct naar. Dus daar hou ik ook meteen verder over op. Wat houdt de business as usual variant in? Mevrouw Baakla, CDA-fractie, de middenvariant. Ja, eigenlijk dat we de economische trend, zoals die geschetst is door Louter, wat is nou de afgelopen jaren uitgegeven, dat we die gewoon handhaven. Niet meer en niet minder. Dus dat betekent eigenlijk met name binnen de gemeente verplaatsingen die op basis van groei, ontwikkeling doorgaan. Er zijn bedrijven die het hier goed doen op dit moment, die misschien wat meer ruimte nodig hebben dat op de huidige vestiging niet kunnen. En dan bijvoorbeeld wat bij zouden willen bouwen op de Rotbrink. Het kan gaan om mensen die in het centrum zitten nu en uit een jasje groeien en daar naartoe zouden willen. Nou, je kunt er van alles voorstellen wat er aan de orde kan zijn. Maar het is eigenlijk de autonome trend van de afgelopen 10 jaar in een nieuw en het huidige economisch perspectief doorzetten naar de toekomst. Eigenlijk het meest risicoloze scenario zou je kunnen zeggen. En misschien ook wel het meest risicoloos, ja dat zeg ik geloof ik goed. Incidentele kosten heb ik gezegd, maken we inzichtelijk. Waarom vanuit dit scenario de accountmanager? Omdat het gewoon aansluit bij de praktijk dat je je eigen bedrijf goed kent, faciliteert, helpt bij procedures. Om de zoveel tijd eens even langs gaat voor een kopje koffie, praat, waar ben je mee bezig? Heb je nog ontwikkeling? Kan de gemeente iets betekenen? Koesteren wat je hebt. De winst zit hem niet in bedrijven van buiten die naar Ommen komen. De winst zit hem in bedrijven in Ommen die het goed doen. Die we als gemeente kunnen helpen verder te groeien. Daar zit voor ons met name het wenkend perspectief. En daar kan die accountmanager een goede rol in spelen. Althans, daar is het college van overtuigd. Waarom nou extra marketing voor woon-werkkavels? Dat is eigenlijk het enige waarvan je kunt zeggen dat loopt gewoon heel goed in Ommen. Blijkbaar hebben wij hier heel veel mensen die zo'n kavel graag afnemen, een bedrijfswoning zet, hun activiteit naast de woning doen. En daar zien we ook wel extra kansen. Ommenaren of Ommers zijn nuiver, werken graag, beginnen vanuit huis. Nou, die kunnen prima een plek vinden. En wij denken dat als we dat meer bekendheid geven, daarmee ook wat actief de boer op gaan, dat we daar ook gewoon echt wat quick wins kunnen halen en ook wat extra vaart in kunnen zetten. Dat is eigenlijk de achtergrond. Daarvan komt dus ook wel uit onderzoek van Louter en uit de contacten die vanuit het bureau zijn geweest. Ja, koppelingsscenario's, wat kan wel, wat kan niet. Nou, ik denk dat met name in die ruimtelijke economische verkenning dat ook echt goed aan de orde gaat komen en moet komen. Stel je nou voor dat wij tot de overtuiging zouden komen dat Ommen een kuuroord moet worden. Het is overigens zo dat het zout en zoetwater wat hier diep in de ondergrond zit zich geweldig leent voor die kwaliteiten. Dus dat er een wellnesscentrum zou moeten komen, zelfs misschien wel met een kuurtitel erbij. Zou ik erg toejuichen. Baat Ommen, inderdaad. Niet verwarren met Bert Ommen, want dat is dan weer wat anders. Nou, stel je voor dat je zoiets zou willen doen. En je zou zeggen, we gaan een hotelketen verleiden om hier nog eens 150 hotelkamers neer te zetten. Met een heel complex erbij, waardoor we in 1 keer 1,5 hectare grond zouden kunnen verkopen. Nog 1,5 hectare voor parkeerruimte. Ik zeg maar wat. Dat is helemaal niet zo'n idioot idee. Maar dan hebben we net daarnaast de grond verkocht aan een bedrijf wat het interessant lijkt om bedrijfsinzameling te gaan doen. Van dingetjes die een beetje rieken. Ja, dat is misschien niet zo'n hele handige combinatie. Het zou nu kunnen, overigens. Maar als je in je acquisitie en op de ene en op de andere schiet, ja, is de vraag of dat gaat werken. Dus je moet ook een beetje afwegen, wat past nou bij dat toekomstige profiel en wat is nou het meest realistisch? Want stel je nou voor dat er wel 10 van die bedrijven naartoe willen die wat met afval doen, maar niemand een hotel wil beginnen. Ja, dan kunnen wij hier wel met elkaar bedenken dat dat moet worden. Maar als dat niet reëel is, nou, dat gesprek zouden we eigenlijk met elkaar verder moeten voeren. En nou, je kunt zich ook voorstellen dat misschien een AZC naast een 5-ster hotel ook niet zo'n geweldige combinatie gaat worden. Maar goed, daar gaat het eigenlijk om.
grondprijzen afweken van de raad. Klopt helemaal. Alles is aan de raad. Het college gaat nergens over. Of bijna nergens over. Dus u mag het allemaal beslissen uiteindelijk. En dan iets over het logistieke proces. Wat, wanneer en ook in relatie tot de bezuinigingen. Nou, eigenlijk zijn er twee processen die naast elkaar lopen, maar wel met elkaar samen. De ene gaat inderdaad over hoe ga je dit financieel verwerken en wat ga je daarmee doen. En de andere is feitelijk, wat is nu de toekomst van de Rotbrink. Voor wat betreft de bezuinigingen, bij de jaarrekening zullen we iets moeten zeggen voor wat betreft de voorziening. Nou, ik geloof dat de heer Van der Moor al zei, er is contact over geweest met de accountant, die kan ook deze lijn ondersteunen. Maar dat betekent dus dat bij de jaarrekening ook een discussie plaats kan vinden. Nou, vervolgens moeten bij de kadernota, kaderbrief, algemene beschouwingen. Ik weet over niet of er hier algemene beschouwingen zijn. Realiseer me nu voor de, dat het klopt, zegt de griffier. Voor de zomer zul je ook het perspectief moeten hebben. Het beeld moeten hebben van hoe gaan die bezuinigingen er dan uitzien. En dat moet natuurlijk vastgesteld worden uiteindelijk bij de begroting. Dus eigenlijk volgen de normale PNC-cyclus om deze voorziening te verwerken en de financiële effecten daarvan in beeld te brengen. Een aantal van u heeft eerder geopperd dat het goed zou zijn om dat in een proces te doen waarbij we de samenleving ook de ruimte geven om ideeën te ventileren. Ik denk dat dat verstandig is en dat we dat ook zo zouden moeten inrichten. Een tweede is dan het stuk zelf en de toekomst. Nou, dat staat eigenlijk wel opgeschreven. Er moet nog een hele grote slag gebeuren. Kijk, we weten nu wel hoe de feiten zijn. Maar daar hebben we nog geen extra meter grond mee verkocht. En uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Hè? Want je kunt wel blijven hangen in de feiten en omstandigheden. Maar dat gaat ons niks verder brengen. Dus het gaat nu om wat nu wel. Nou, daar hebben we niet zo heel veel tijd voor. Want eigenlijk moet voordat de begroting wordt vastgesteld, moet u een inhoudelijke keuze maken. Dus moet nu alles op alles gezet worden om te zeggen, oké, okay, we gaan nu aan de bak. We accepteren dat we verlies nemen. Maar wat gaan we dan wel doen? En ja, welke extra modaliteit zien we tijdelijk? Bijvoorbeeld AZC, zonne-energie of anderszins. En wat voor extra kwaliteit zouden we willen toevoegen? Dat zou bijvoorbeeld het lesjepark kunnen zijn. En hoe ziet die autonome ontwikkeling eruit? En hoe verhoudt zich dat nou allemaal tot elkaar? Precies het punt wat u hiervoor bij de kop had. Ja, daar moeten we mee aan de slag. En dat moet voor de begroting klaar zijn. Want dat moet u kunnen wegen, afgezet tegen de bezuinigingen die wij zullen voorstellen. Dat betekent veel werk de komende tijd. Maar daar staan we voor. En ja, hoe sneller, hoe beter zou ik haar zeggen. Want één ding ben ik wel van overtuigd geraakt in dit proces. De verkoop gaat pas weer op gang komen op het moment dat we er een klap op hebben gegeven wat het moet worden. En tot die tijd blijft het zoals het is. En dat is niet best. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Wie wenst er in tweede termijn iets te zeggen? Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de portefeuille geeft aan van de procedurele stappen. Hè, of de procedures staan vermeld ook in het stuk. Ik denk toch dat het goed is omdat de komende tijd, ook na zeg maar 2 juni, er stappen genomen moeten worden. Waarvan het goed is dat we weten wat ons te doen staat. Dus wanneer we een bijeenkomst hebben, een informatiebijeenkomst of verdiepende stappen. Hè. Die tijdelijke scenario's zullen worden uitgezocht, structurele scenario's, financiële scenario's. Ik kan me voorstellen dat de rekeningcommissie nog bij elkaar komt of anderszins. En nou, voor mij is die gewoon te vaag. Voor wat betreft wat u heeft aangegeven over ja, die structurele functie van de accountmanager, nou, daar ben ik het niet mee eens. Dus daar komen we dan in de raad wel over te spreken. Ja, en als het gaat over die grondprijzen, denk ik ook. Dus er moet nog een heleboel gebeuren waarvan volgens mij de portefeuille niet alle vragen even goed begrepen heeft die ik heb gesteld. Maar dat komt dan op een later moment wel bij de behandeling ook in de gemeenteraad. Mevrouw Lagas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik had nog even een antwoord naar het college toe over een opmerking die ik in de eerste termijn maakte. Dat ging namelijk over, er is wel over de zaak dat er wel een opsomming in het stuk staat over wat er allemaal ingebracht is. Er zijn heel veel ideeën ingebracht, niet alleen vanuit de sessies hier in de raad, maar ook met de ondernemers. En wij missen eigenlijk in het raadsvoorstel daar een verwijzing naartoe. Want in het raadsvoorstel komt u met 2 hele expliciete zaken, maar de zaken die daar allemaal opgesomd zijn, die vinden wij niet terug. Al zou u het alleen maar vermelden, dat we daar ook zeker naar zullen kijken. Dat was de opmerking die we daar nog over wilden maken. Verder willen we u
u gaf het zelf in uw beantwoording al aan in het gesprek met de ondernemers die daar zitten te gaan in het kader van het grondprijzenverhaal. Als wij de reacties van de ondernemers in de bijlage lezen, dan staat er toch heel duidelijk in dat er bij hen een sterke behoefte is dat er weer wat gebeurt en dat er beweging komt. Omdat het nu een onaf terrein is. Hè. Er worden opmerkingen over de weg gemaakt en over de verlichting en dergelijke. En ik kan me voorstellen dat de zittende ondernemers nu echt toe zijn aan nieuwe vestigingen, ook al zijn het maar een paar. En als u in dat kader in de onderhandeling iets zou kunnen betekenen met het prijsverhaal, dan kon het misschien nu, op dit moment waarin we nu staan, misschien nog wel eens meevallen. Maar dat is aan u in de onderhandeling. U gaf dat ook in uw beantwoording al aan. De zonnepanelen gaf u nog even aan ten aanzien van de hectare. Nou, dat begrijpen wij, dat een redelijk oppervlakte moet zijn. Maar misschien kunnen we andere gronden in Ommen daarbij betrekken. We hebben ook al gronden afgewaardeerd. Dan kunnen we misschien daar gaan verdienen. Dat zou dan een mooie bijkomstigheid zijn. En ten aanzien van de BNG kwam er nog een antwoord. Daar gaf u nog een antwoord op, maar niet helemaal wat wij bedoelen. We hebben in juni de raad. En een van de dingen waar wij keuzes over gaan maken heeft expliciet te maken met de relatie met de BNG. En mijn vraag is expliciet, bent u voor die tijd, is het afgerond met de BNG? Bent u zo ver in uw onderhandelingen rondom de keuzes die gemaakt moeten worden, dat het voor 2 juni afgerond is? Want anders is het lastig voor het besluit van juni. Dat was eigenlijk nog een verdieping van de vragen die we hadden en de opmerkingen. De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. We hebben toch wel de behoefte om wat toelichting te geven, omdat de beantwoording door de portefeuillehouder daar wel aanleiding toe geeft. Het was zeker niet onze bedoeling om, toen wij het hadden over argumenten, om daar een soort woordspelletje van te maken. Maar als de argumenten... Nee, voor de zekerheid maak ik deze opmerking, omdat argumenten tot een conclusie leiden. En hebben wij ons afgevraagd, en waarvoor dienen dan deze uitspraken? Nou, uiteraard voor onderbouwing van het voorstel. En we waren ook best blij om de portefeuillehouder te horen zeggen, en, want zo'n figuur bedoelden wij ook, dat wat de ontwikkeling van de Rotbrink betreft, dat daar de accountmanager een goede rol in kan spelen. Let op, het gaat me niet zozeer om de inhoud, maar om het verschijnsel. Die kan er een goede rol in spelen. Daar is het college van overtuigd. En daar heb je hem. Dat element ontbreekt nou naar ons idee in die overwegingen. Het zijn herhalingen. Overwegingen zeg ik al in de argumenten. Het zijn herhalingen uit de rapportage en we merken daar weinig tot niets van het college. En als ik de uitspraak deed van heeft het college daarover nagedacht, dan is dat niet bedoeld als een negatieve, als een badinerende opmerking, maar meer van waaruit blijkt nou het moment waarop de voorstellers van dit stuk, dus het college, besloten heeft om dat en dat over te nemen uit de rapportage. Dat was de kern van het verhaal. Dus ik hoef daar verder geen antwoord op, maar ik maak onze bedoeling duidelijk. Wat de laatste vraag betreft, dat was die over de grondprijzen, was niet zozeer de bedoeling van hoog of laag, maar waarom zien we geen rekenmodellen waaruit de gevolgen van het hanteren van verschillende grondprijzen duidelijk wordt? En daarvoor heb ik over gelezen dat daar geen onderzoek naar bestaat. En toch schatten wij dan de verdiensten van het bureau Louter wel zo hoog in, dat wij hen op grond van hun eigen model in staat achten om eens aan te geven bij welk percentage verlaging, hoeveel meer verkoop mogelijk zou zijn, met welke risico's. En die verschillende uitkomsten, die rekenexercitie, die missen wij. Dus het gaat ons niet zozeer over, is het nou te hoog of te laag? Nee, maar wat als? Eigenlijk die figuur. Heel veel woorden, ik hoop dat duidelijk is. De portefeuillehouder. Dank u, voorzitter. Voor wat betreft, hoe nemen de raad nou mee? Want dat is volgens mij met name de vraag vanuit de CDA-fractie mee in dit proces. Zit ook samenhang met bijvoorbeeld de werkgroep participatie vanuit uw midden? Want we waren ook van plan om rondom een motief de bevolking te gaan raadplegen. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook in het licht van deze discussie. Ja, hoe ga je daarmee om? Dus ik geloof dat ik dat wel mag verklappen. Mevrouw Makkinga zit op de publieke tribune. Dat wij, ik dacht gisteren of nee, eergisteren overleg gehad hebben. Of was het vorige week alweer? Eergisteren, dank u. Om te kijken hoe we daarmee om moeten gaan. En we hebben ook gezegd, dat zouden we ook even langs de lijn van het presidium moeten bespreken. Wat nou wijsheid is in deze. Want het is ook niet zo zinvol om mensen op maandag lastig te vallen over, nou, welke toekomst ziet u voor de gemeente op dinsdag? Zeg, nou, hoe zullen we met elkaar gaan bezuinigen? En op
woensdag van, ach, we willen ook nog iets met Hardenberg. Wat had u daarvan gedacht? Ja, het is een mooi avondvullend programma, maar dat lijkt ons toch niet zo heel slim. Dus ik denk dat het goed is om in overleg met de betrokkenen, dus dat kan presidium zijn, agendacommissie, om even te kijken hoe gaan we dit nou even in het tijdschema weg te zetten. Volgens mij lukt dat wel. Dat gaan we doen. Nou ja, voor wat betreft de accountmanager en de grondprijzen, de accountmanager wordt u natuurlijk actieve vraag gesteld. Nou, daar moeten we dan bij de bespreking in de raad met elkaar over hebben. Dus dat wordt vervolgd, denk ik. Grondprijzen hoeft u eigenlijk nu nog niks van te vinden. Hè. Dat komt denk ik ook in de verdere discussie gewoon weer terug. Maar dat heeft ook meerdere benadermogelijkheden. Dat hebben we net ook gemerkt bij de heer Van de Mooren. Ik denk dat je kunt allerlei theoretische rekenexercities maken. En ik snap ook een beetje wat u doet. Maar eigenlijk is het zo simpel als ik net zei. Als je de grondprijs met de helft verlaagt, dan moet je twee keer zoveel grond verkopen om enzovoort. Om een probabiliteitsscenario te ontwikkelen waarbij je zegt, als we nou de grondprijs verlagen met 30%, is de kans dat we meer grond verkopen 15%. Dat gaat ons niet lukken. Wat denk ik wel iets is wat we kunnen doen, is in dat nieuw te ontwikkelen scenario kijken wat grondprijs daarin doet en of dat de kansrijkheid voor verkoop groter maakt, waardoor misschien onder de streep meer aan de orde zal zijn. Maar de inschatting van het college op dit moment is dat dat niet zo zal zijn. Maar daar komen we op terug. En in de uitwerking komen we daar ook op terug als het relevant is. Ik had uw vraag ook niet voor de goede orde als barinerend te ervaren, maar het is gewoon geen exacte wetenschap. Dus als je kijkt naar het rapport van Louter over, dat lijkt wel zuiver, het lijkt bijna een promotieonderzoek zou je kunnen zeggen als je het zo bekijkt. Ja, daar is denk ik weinig tussen te krijgen, laat ik het maar zo zeggen. Maar vervolgens is het natuurlijk politiek. En ja, dat zou in, als je zou studeren, zou het een maatschappijstudie heten. En ja, per definitie zijn dingen daar niet waar of onwaar. Hè. Dus dat is altijd lastig. Dus een deel van het werk dat je doet, doe je op basis van zoveel mogelijk feitelijke informatie, maar vaak gekoppeld aan een inschatting. Dus het feit dat ik zeg, ik denk dat het continueren van de accountmanager verstandig is, is mede op basis van in ieder geval mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen half jaar en wat er gebeurt en gesprekken met ondernemers en de manier waarop daar waarderend over gesproken wordt. En de inschatting dat de verkoop met name op de interne markt zal plaatsvinden en daarom die contacten belangrijk zijn, omdat je daarmee eerder de vraag boven tafel krijgt en daarna kan gaan handelen. Maar heb ik daar nou een, kan ik dat nou helemaal bewijzen? Nee, dus er zitten af en toe een aantal geen doelredeneringen. Dus we werken niet toe naar, nou, we hebben van tevoren bedacht wat zou het voorstel zijn, dus kijken hoe we daar kunnen komen. Maar een aantal dingen is natuurlijk ook gewoon een inschatting. Hè. Maar dat is denk ik altijd in ons spectrum. Dat je probeert zoveel mogelijk van feiten en onderzoek gebruik te maken, maar uiteindelijk moet je het ook inschatten. En mijn indruk bij dit stuk dat het weinig politiek gekleurd is. Dus het is in die zin ook weinig doelredeneren. Mevrouw Legasse, ideeën ingebracht. Nou, op pagina 6 staat natuurlijk een soort van waardering, hè, dus in die tabel. Dat is misschien een wat kwantitatieve benadering en niet kwalitatieve benadering. Het is niet zo dat we hebben gezegd, nou, we hebben twee ideeën, nou is het klaar. Dat is wel, Lesher is de hoofdmoot van de uitwerking. Maar zou in het proces een aantal ideeën weer aan de orde komen waarvan we denken, hé, dat is toch interessant. Het is natuurlijk geen weggegooide informatie, hè, zo moet je dat niet zien. We pakken ook in het verdere proces gesprek met de ondernemers op. Ik denk dat het ook wel goed is inderdaad om de instantie die we nu ook gebruikt hebben, ook in de voorbereiding naar het raadsvoorstel dat u in het najaar krijgt, in het vroege najaar, te betrekken. Dus dat gaan we zeker doen. Zonnepanelen, nou zijn we elkaar eens. BNG afgerond voor 2 juni. Ja en nee. Ja in die zin dat we het wel met elkaar eens zijn, maar het handelen kan pas nadat u een besluit heeft genomen. Want het hangt bijvoorbeeld samen met hoe ga je het financieren en je moet de financiering afwikkelen nou, enzovoort. Dus, maar goed, dat zit in harmonie. Dus wij kunnen hier geen besluit nemen als we niet zeker weten dat de BNG daarmee eens is en omgekeerd. Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. Hiermee is de tweede termijn gesloten. En ik constateer dat dit stuk als bespreekstuk naar de raad van 2 juni gaat. En dat is de eerstvolgende processtap. Dan gaan we over tot agenda punt 6. Inzet en aanbestedingsvoordeel voor urgente infraprojecten. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Toen ik dit stuk las, dacht ik, ja, goh,
We krijgen een nieuwe verkeersvisie, een nieuw verkeersplan. Dat is in de maak. Waarom nu deze projecten? Ja, als je gaandeweg het stuk leest, snap ik het ook wel waarom. Maar met name dan de nadruk op waarom nu? Is de brand? Is de ernstige brand? Als de ernstige brand is, ja, dan moet je blussen. Maar is er brand? Dat is mijn eerste vraag. Als er brand is, ja, dan heb je middelen. Als er ernstige brand is, heb je zeker middelen. Maar weer terug, als je deze brand, als het zo hoog is, als je de brand moet blussen, dan heb je middelen nodig. Dus ik zou eigenlijk graag wel heel duidelijk willen horen of er werkelijk, iets aan de hand is. Ik ben er een paar keer, en met name ga ik dan bij de Chevrolet Roadster een paar keer langs gereden, dacht ik, waar is het? Oh, hier. Oh ja. Goed, daarmee heb ik volgens mij heel veel gezegd al. Nee? Serieus. Dan ga ik naar de twee afzonderlijke projecten, twee zaken, dus die afronden van de binnenring Ommen. Ja, en daar wordt dus als motivatie genoemd, het Kindplein West. Ja, dat kan. A, het is er nog niet. B, het is ook nog niet zeker waar het komt en wanneer het komt. Dus eigenlijk maken wij dus nu een relatie met iets wat volledig onzeker is. En dan weer, zeg ik ja, hoe verhoudt dit voorstel zich met het toekomstig verkeersplan? Dan ga ik naar de fietstunnel onder de N48. Nou, in het plan, de 348, dus vanaf Varssen, daar hebben we gezien dat daar een fietstunnel in opgenomen staat. Mijn vraag is eigenlijk, hoe definitief is datgene wat op de tekening te zien is? En dan met name op de geplande fietstunnel. Als dat nog zou kunnen veranderen, lijkt het ons niet zinnig om daar nu al een standpunt in op te nemen. Dat die verbinding daar gemaakt moet worden. Maar tot slot, en dit is eigenlijk de hamvraag waar het om draait. Hoe is dit voorstel nu te rijmen met de huidige financiële situatie van Ommen? Want als je nu dingen gaat doen, omdat je dus wat over hebt gehouden van een aanbesteding. En je kunt dat doen doordat je dus nog extra gelden waarschijnlijk binnen zou kunnen krijgen van de provincie. Dan gaat het toch nog steeds om een bedrag wat geïnvesteerd moet worden. Maar ik zou graag eerst de antwoorden willen hebben op de eerder gestelde vragen. Dank u wel. De fractie van D66. Dank u, voorzitter. Grotendeels steunen wij ook de vragen van de VVD-fractie. Maar waar we eigenlijk een behoefte aan hebben, dat is een lijstje met alle infrastructurele projecten die er op dit moment zijn en waar de prioriteiten aan worden gegeven. Dus ook in volgorde van de prioriteit. En het liefst daarbij ook nog een aanvulling van welke projecten komen eventueel nog in aanmerking voor die doeluitkering verkeersveiligheid. Dat zou eventueel ook een afweging kunnen zijn. Als we komen tot die doeluitkering verkeersveiligheid. De projecten die er nu staan op het voorstel. In hoeverre is dat dan ook 100% zeker dat die in aanmerking komen voor die cofinanciering? Want in het voorstel lees ik, kunnen we eventueel, zou in aanmerking kunnen komen dat. Dat is nog erg vaag, dus als daar wat meer duidelijkheid over kan komen, graag. Er wordt ook gesproken over een aanbestedingsvoordeel en dat we daarom dit nog kunnen doen. Maar wat was er nou gebeurd als er een aanbestedingsnadeel was geweest? Waren dan andere projecten op de lange baan gezet? Of is er dan de vraag gekomen van een aanvulling op het raadskrediet? En het tunneltje, is die locatie daar wel de juiste? Ook gelet op de onzekerheden die er nu nog zijn met betrekking tot Kindplein. Hoe gaat die weg te uitzien? Dus is dit wel de juiste tijd en de juiste plaats waar het tunneltje eventueel op aangesloten wordt? Tot slot eigenlijk, hoeveel ongelukken zijn er nou gebeurd in de afgelopen 5 jaar op de kruising Danteweg-Chevrolet-Roodstraat?
En ik denk, maar misschien ga ik dan nu even buiten mijn boekje. Ik denk namelijk dat als die aanpassing er komt, dat er veel meer ongelukken komen, want er wordt een racebaan. Tot zover in eerste termijn. Dank u zeer. De heer De Jonge van de VOV. Ja, voorzitter. Ik zal me beperken, want ik zal niet op het gladde punt van politieke vragen durven te komen in dit gremium. Maar voorzitter, wij hebben dit stuk bekeken en eigenlijk het opgesplitst. Want het bevreemdt ons dat het stuk voor ligt, gezien we nog het verkeersregulatieplan moeten behandelen. En we hebben een beantwoording gelezen in de richting van het CDA, was dat volgens mij, waar een aantal toch wel belangrijke punten in stonden die aansluiten bij dit programma. Dus wij vragen ons af waarom dit nu op deze agenda staat. Ten tweede zouden wij graag op hele korte termijn een overzicht willen hebben van op welke wijze waar de voordelen uitkomen vanuit de rotonde, hoe de begroot wordt hierop. Want we hebben de indruk dat er zeg maar bij het plan van eisen, dat er wat hoger op de lat wordt gelet qua begroting. En dan hou je gauw geld over. Dus we willen graag weten van op welke wijze dat, hè, welke marge er wordt ingenomen voor over zo'n wel tekorten. En dat zouden we graag voor de raadsvergadering willen hebben, want ik wil op de raadsvergadering hier wat verder inzoomen. En tot slot, voorzitter, een opmerking, want ik sluit me volledig aan bij de VVD-fractie. Van als we kijken op welke financiële situatie we op dit moment verkeren, van is het niet beter om eens even goed met elkaar te bekijken van, voordat we met zulke projecten starten, hoe het gesteld is. Hè? Want ik heb net een brief gelezen dat we niet eens een kadernota krijgen, omdat we niet weten hoe het voor 2017 eruit gaat zien. Van hoe het dan mogelijk is dat we zo'n voorstel krijgen zonder te weten van wat de financiële gevolgen voor onze gemeente zijn. Want dit zou misschien wel een van de punten kunnen zijn waar we wat geld uit kunnen putten. De heer Dunnewind van het CDA. Dankjewel, voorzitter. Nou, mevrouw Sonslijn, ik weet zeker dat er brand is. Dus, en ik weet ook zeker dat er iemand is die wel graag wil blussen in deze zaal. Dus wat dat betreft zijn er denk ik genoeg brandjes te vinden in de gemeente om een wat, zeker op het verkeersgebied, denk ik. Dus gelijk ook wat het CDA betreft, aansluit bij de vorige sprekers, de verhouding tussen dit document en de nacht ontwikkelen en verkeersvisie, dat staat op gespannen voet wat het CDA betreft. Graag een reactie daarover hoe het college dat ziet. Verder de plaats van de tunnel, want er zit een spanningsveld tussen wat de provincie vindt en wat de gemeente vindt. Dat klopt niet, dat komt niet overeen. De plaats van de tunnel is wat de gemeente staat op een andere plek dan de provincie doet vermoeden. Dan graag daar even een reactie op. En verder zou het CDA graag het college willen adviseren of te willen te overwegen om het voorstel dusdanig aan te passen dat we alleen voor het eerste liggende streepje gaan, waarbij het overschot wordt teruggestort in algemene middelen en het tweede gedeelte vervalt, waarbij we bij de kadernota gaan of kaderbrief gaan aangeven van wat we dan eventueel gaan doen. Dank u wel, tot zover. De heer Marsman van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. En nou, aansluitend op een collega van CDA. Dat was ook de eerste reactie die wij hadden van, we zijn voor de helft van het voorstel zijn we het eens, namelijk bullet 1. Bullet 2 zou van ons wat ons betreft eigenlijk eerst wel achterwege gelaten kunnen worden. Zeker het onderwerp wat we net ook bij de kop gehad hebben. En lijkt het ons verstandig om misschien even de nieuwe situatie waarin we ons nu bevinden even laten meewegen en het al of niet uitgeven van geld. Maar oké, dat gezegd hebbende, we hebben het hier wel over veiligheid. En daarom heb ik toch nog wel een aantal vragen. En het gaat met name om de verkeersveiligheid. Nou, met name voor de fietstunnel, die vinden wij niet echt goed onderbouwd. Want wordt nu niet de ene gevaarlijke situatie niet vervangen door een andere. Terwijl er in het stuk toch staat dat er een goede verkeersveiligheid nu snel wordt geborgd. Wij hebben daar onze twijfels bij. Graag horen wij daar de mening van de portefeuille houden. En de andere vraag is ook al gesteld, maar stonden deze aanpassingen ook al op het programma als we deze meevallen niet hadden gehad? Er wordt echt gesproken over urgente infraprojecten, maar wanneer zouden die voorstellen dan tot ons gekomen zijn als dit niet was gebeurd? Voor de rest zouden we nog graag willen weten hoe precies de verdeling is van de kosten tussen enerzijds de Scheffler-Rozenstraat Dantweg en aan de andere kant de fietstunnel. Er wordt gesproken over een bedrag van 4 ton. 2 ton dan voor Ommen, maar hoe is het met de verhouding tussen deze twee projecten? En welk project heeft nu de hoogste prioriteit? Dat waren in eerste instantie onze vragen. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Ja,
Veel is er al gezegd en op het laatste moment kregen we ook nog de antwoorden van het CDA over de mail binnen. Dus enige dubbeling zal er misschien in zitten, maar ik zal mijn best doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Laten we in ieder geval constateren dat we als LPO-fractie blij zijn dat er geld is overgebleven bij een aanbesteding. En het verhaal gehoord hebben, hopen we dat we dat de komende periode nog heel vaak te horen krijgen. En de verleiding is dan natuurlijk groot om dat geld te besteden aan twee situaties die daarom vragen. Zeker als we daar ook nog subsidie bij krijgen. Alleen daar zijn we als LPO-fractie toch wat huiverig voor. We zijn toch bang voor ondoordachte beslissingen. We hebben ook eens een keer met de stationsweg gezeten waar we een grote subsidiepot kregen. En uiteindelijk heeft ons dat meer gekost dan de hoofdprijs. In de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt, vinden wij het raadzaam om eerst te bepalen of we het geld sowieso wel willen uitgeven. De gaten in de begroting worden elke raadsvergadering groter. Daarom moeten we het geld misschien alleen maar toevoegen aan onze reserves, de buren zeiden het ook al, en niet direct beslissen tot het uitgeven hiervan. Daar komt bij dat we als LPO-fractie graag eerst een totaaloverzicht zien van alle verkeerstechnische problemen die we nog binnen de gemeente kennen. De LPO heeft ook al regelmatig aandacht gevraagd voor de staat van de wegen in het buitengebied. En meestal kregen we dan als antwoord dat zal meegenomen worden in de nieuwe verkeersvisie. Misschien is het verstandig om dat hierbij ook te doen. Zo komen we dus tot vier vragen. Vraag 1 is, kunnen we het geld sowieso wel missen? Vraag 2, hoe groot is de noodzaak om nu iets te doen? Daarnaast graag, wanneer zouden we dan het overzicht kunnen krijgen van alle knelpunten? En tot slot, wanneer voorzien wij de nieuwe verkeersvisie? Tot zover, voorzitter. De heer Moerman van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. De meeste vragen zijn gesteld inderdaad. Kunnen we het geld uitgeven? Waar zouden we het anders kunnen geven? Kunnen we het niet beter in de reserve houden? Aan de andere kant, is er brand? Nee. Maar voorkomen van brand is goedkoper en beter als het blussen ervan. Zijn er ernstige ongelukken gebeurd? Nee, de afgelopen jaren. Maar dat vind ik altijd een argument wat totaal geen steek houdt. Op het moment dat er wel een ernstig ongeluk gebeurd is, ben je veel te laat. En wat betreft die kruising Danteweg Chevrolet-Oostraat, dat is inderdaad een kruising wat ook in het rapport staat, ook de politie aangeeft, wat veel verkeersveiliger zal en moeten worden. Waarom deze urgente infraprojecten? Omdat je inderdaad kunt gebruik maken van die DUVV-gelden, waardoor je het kunt verdubbelen. De vraag is of je dat dan hier moet doen, of er nog andere urgente infraprojecten zijn. Dit gaat hier wel om fietsveiligheid. Wat betreft de fietstunnel sluit dit inderdaad heel goed aan bij het fietsnetwerk, wat ook al is gesuggereerd. Dus wat dat betreft zijn wij een voorstander. En het gaat ook nog vooral om de fietsveiligheid van de kwetsbare groep, de fietsers. Dus wat dat betreft zijn wij een voorstander hiervan, maar wel inderdaad, zoals al eerder aangegeven is, kijken waar liggen de prioriteiten en hoe kunnen we dat het beste ordenen. Voorzitter, tot zover. De waarnemend portefeuillehouder. Oké. Okay. Deze korte schorsing is voorbij en zo net kondigde ik de waarnemend portefeuillehouder, de heer Bouwmans, aan. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben in het college een hele eenvoudige vervangingsregeling. Dat is makkelijk als je met z'n drieën bent. Ik vervang wethouder Terkeurs zoals wethouder Schelen mij vervangt. En wethouder Terkeurs wethouder Schelen weer vervangt. Dus ik sta voor de interessante opgave om u vandaag mee te nemen in de wonderenwereld van de verkeersveiligheid. Maar gelukkig deed de heer Moerman eigenlijk al een hele aardige voorzet van hoe je naar dit voorstel kunt kijken. Er is natuurlijk veel over te zeggen. We hebben ook gelukkig de ambtelijke capaciteiten om ontwikkelingen te volgen en daar iets van te vinden. Dus in die zin zijn er wel redelijk veel feiten en omstandigheden. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er ondertussen een aantal van u heeft daar denk ik ook terecht de vinger bij gelegd. Ook weer nieuwe inzichten zijn. En die inzichten hangen natuurlijk vooral ook samen met de situatie rond de financiële afwikkeling van de Rotbrink. En dat heeft natuurlijk ook effect op hoe je met de financiën wilt omgaan. Dus op het moment dat er een aanbestedingsmeevaller is, kun je daar een brede afweging in maken. Tegelijkertijd heeft een aantal van u ook heel nadrukkelijk gevraagd naar een wat betere en diepere onderbouwing van prioriteiten. En juist feiten en omstandigheden die in dit voorstel aan de orde zijn. Dus voorzitter, ik zou eigenlijk het volgende voorstel willen doen. Dat we wel de lijn volgen van de CDA-fractie, maar dat hoeft u eigenlijk helemaal niet actief te besluiten. Hè, want op het moment dat wij een aanbestedingsvoordeel hebben, valt dat volgens de spelregels die we met elkaar hebben normaal gesproken gewoon terug in de algemene middelen. Dus u hoeft dat niet nog een keer actief te bevestigen. Maar ik kan me voorstellen dat we, gegeven de urgentie die het college wel voelde bij dit voorstel toen we het u deden, dat we zorgen dat u een integrale afweging kunt maken richting de begroting. Dus dat we in de PNC-cyclus, waar we bij het eerdere stuk met elkaar over spraken, ook zorgen dat er op het punt van verkeersveiligheid iets wordt toegevoegd.
Ik hou één kleine slag om de arm. En dat heeft vooral te maken met de koppeling met de verkeersveiligheid. Zou het zo kunnen zijn dat we daardoor een provinciale subsidie mislopen, omdat wij te lang wachten? Dan trekken we even voor de volgende raad aan de bel. Zou dat niet zo zijn, dan zou ik willen voorstellen dat we het doen op de manier zoals ik zojuist heb voorgesteld. Is het nou concreet terugnemen en bij de kaderbrief weer opvoeren? Of? Ja, dat is eigenlijk het voorstel waarbij ik één kleine maar doe, want dat weet ik gewoon niet zeker. Ik kan even naar de publieke tribune kijken. Als we dit nu terugtrekken en later in het jaar daarmee terugkomen, hebben we dan nog mogelijkheid voor provinciale cofinanciering of is dat dan helemaal weg? Dat is zo. Dan doen we het zoals ik heb voorgesteld zonder mits of maar, wat mij betreft. Dat kan uw instemming wegdragen. Aldus wordt besloten. De rondvraag was niet aan de orde. Dan sluit ik hier bij deze commissievergadering en gaan we om 9:05 verder met de raadsvergadering.